Robert-Jan Simons, dank voor de uitnodiging in jouw huis in de Jordaan in Amsterdam. Ik ga je interviewen voor het Oral History project van het ADNG. Een project waarin, uit mijn hoofd ben je nu geloof ik nummer 47, maar waarin een groot aantal emeriti uit de psychologie en straks ook onderwijskunde en pedagogiek terugblikken op hun carrière en ook een beetje vooruitblikken op het vak. De serie is echt bedoeld om op, nou ja, voor een jongere generatie gedragswetenschappers wat meer historische belangstelling bij te brengen en ook te zien hoe het vak zich ontwikkeld heeft. De interviews beginnen steeds standaard met de vraag van of je iets kort zou kunnen vertellen over jouw achtergrond, waar je bent geboren, iets over je middelbare school, over je ouders en vervolgens zullen we overstappen naar de psychologie-studie. Ja, hoor ik bij psychologie of bij onderwijskunde? Je bent volgens mij psycholoog. Ja, zeker. Ja. Maar je zit meer op het snijvlak onderwijskunde of onderwijspsychologie. Ja, dat is een beetje een gevoelig thema, omdat ik vind dat de onderwijspsychologie is in de loop der jaren de psychologie uitgeduwd. Oké. Okay. Dus bijvoorbeeld in Nijmegen. Maar daar mag je straks, vertellen. Je hart over luchten. Ja, ik ben geboren in Jakarta. Yeah. Waar mijn vader opleider was voor de KLM. Die leidde het Pursus van de Garuda op in 1949. Yeah. Dat was het jaar van de Indonesische revolutie. Yeah. Dus ik ben in mei geboren en in oktober, november werden alle Nederlanders het land uitgezet. Mijn moeder is toen ze 6 maanden zwanger was van mij met een boot vol zwangere vrouwen naar Indonesië gegaan. Want je mocht niet meer vliegen als je zo ver zwanger was. Ja. En zat ze, hoe lang zat ze op de boot dan? 6 weken. 6 weken. Ja. En mijn ouders woonden daar als God in Frankrijk. Hadden een villa. Ik ben daar een paar jaar geleden, inmiddels alweer 15 jaar geleden, wezen kijken. En, waar ze gewoond hebben. En, 22 waren ze en hadden 6 bedienden en een gigantische villa midden in de stad. Ik heb daar dus maar een jaar gewoond. Mijn ouders mochten blijven omdat de opleiding van de Pursus nog niet af was. Ja, ja. Maar in mei 1950 zijn we toch naar Amsterdam gekomen. Ja, ja. Grote schok, denk ik, geweest voor mijn ouders, want van die villa moesten ze toen 3 hoog achter bij ouders gaan wonen. Ja, ja, ja. En toen ben ik opgegroeid in Amstelveen, ja, ja. Tot ik ging studeren, heb ik daar gewoond. Ik heb op het Herman Wisseling College gezeten. Ja, ja. Dat is in Amstelveen de dependance van het Christelijk Lyceum Buitenvelder. Ja. Wat afbrandde toen ik daar net een paar maanden op school zat. Ja, ja, ja. En toen werd de nieuwe school in Amstelveen opgericht. Ja. Ik heb daar gymnasium Bertha gedaan. Ja. En wist eigenlijk niet goed wat ik zou gaan studeren. Je had een exacte belangstelling. Eigenlijk niet heel specifiek, maar ik kon het goed. En ik vond het wel leuk en een uitdaging. Zo, ja. In die tijd mochten maar heel weinig studenten naar gymnasium Bertha. Ik was net op het randje dat ik mocht eigenlijk, want ik had niet hoog genoeg cijfers voor wiskunde. Ja. Dus dat was daarmee voor mij een extra reden om het wel te gaan doen. Ja, om te laten zien dat je het wel kon of zo. Ja, Wat was je voor middelbare scholier? Had je al belangstelling voor psychologie of? Nee, ik was eigenlijk van plan om scheikunde te gaan studeren. Mm-hmm. En ik was vooral heel braaf en ambitieus op school. Terwijl daarbuiten was ik best wel een hoe noemde je dat? Pleiner. Kleiner. Met wijenpijpen, lang haar, een poeg. Hangjongeren. Had je een poeg? Ja, die had ik ook. Bleek later dat het een combinatie was van een Thomas en een poeg die iemand samengesteld had. Thomas had ik. Die heb ik gekocht van Noutje Muller. Noutje Muller is later, heeft hij een overval gepleegd op de Dam en is langjarig de bak ingedraaid, maar hij had ook deze brommer aan mij al verkocht. Ik was voetballer, maar ik was niet goed genoeg als voetballer. Had je wel een droom profvoetballer te worden? Zoals mijn opa was een hele goede voetballer geweest de zoon van de vrouw van zijn vrouw.
De zus van zijn vrouw, dat is Rinus Michels. En dat was echt mijn referentiekader. Dus mijn opa, die net niet profvoetballer geworden was, maar net niet het Nederlands elftal had gehaald. En dan Rinus Michels, die dat allemaal wel deed. Dus ik ben van jongs af aan met mijn opa naar voetballer geweest. Ja, ja. En ik kreeg alle spullen en mijn opa ging alle wedstrijden mee. En die had al zijn hoop gevestigd op zijn oudste kleinzoon om hem op te volgen. En wel te halen wat hij niet gehaald heeft. Dus ik ben ook heel erg met mijn opa opgegroeid. Die was net met pensioen, dus die had ook tijd. Die gaf mij wiskundebijles. Die heeft mij ook door de wiskunde heen geholpen. Ja. Opa van moederskant of vaderkant? Van moederskant, ja. Dus daar is mijn ambitie denk ik ook vandaan gekomen. Hij dat ook had willen doen. Ja. Wat maakte dat je koos voor de studie psychologie? Dat is eigenlijk een heel stom, ik weet het nog heel goed. Ik had een klasgenoot vlak voor het eindexamen. En we gingen het erover hebben wat we gingen doen. En hij ging Nederlands doen. En hij zei, maar volgens mij moet jij psychologie gaan doen en niet scheikunde. Want als je psychologie doet, dan leer je wat liefde is. En dat wilde ik toen graag niet, weten. Niet onbelangrijk op die leeftijd wilde natuurlijk. Wilde ik toen graag weten, ja. Achtergekomen? Of? Nee. En waar ben je psychologie gaan studeren? Ik ben toen in Utrecht gaan studeren. Ja? Ik wilde eigenlijk naar Groningen. Daar had ik me eigenlijk ook al aangemeld. Maar toen vertelden mijn ouders dat ze gingen verhuizen naar Limburg. En toen dacht ik, dat is wel heel erg ver. En hoe kom ik daar dan? Dus toen ben ik in Utrecht gaan studeren, zodat ik kon liften daar naartoe. Ja, ja. Dus en dat heb je ook veel gedaan. En kun je iets vertellen over die studie psychologie in Utrecht? Wat voor docenten kreeg je les? Wat voor belangstelling ontwikkelde je tijdens die eerste jaar in psychologie? Ja, de docenten waren natuurlijk later wel een groot aantal bekende figuren. Dolf Koonstam vond ik heel belangrijk als docent. Ja. We hadden Karel van Pareren voor functieleer. En die vond ik echt heel goed altijd. De leerpsychologie, psycholoog. Ja, denkpsychologie. En die ook de Russische psychologie toch? Hij had ook een practicum wat hij verzorgde, vond ik heel goed was. En hij heeft toch ook de Russische psychologie min of meer... Ja, in die tijd ontdekte hij de Rus, maar wij kregen nog zijn boeken Psychologie van het Leren. Ja, ja. Dus na mijn kandidaats ben ik ook functieleer gaan doen. Bij Van Pareren heb ik een jaar gedaan, bij Eduard Bol en Jacques Carpe. Carpe is ook later hoogleraar aan de VU geworden in onderwijskunde. En daar heb ik ook Russisch geleerd, volgens de experimentele methode. Ik heb niet lang gedaan, dus ik weet er niks meer van, maar... Het zat wel in het programma, want iedereen moest toen kennis nemen van Vygotsky en Rubinstein en Kalperin vooral. Ja, Luria waarschijnlijk ook. Dus daar heb ik heel actief toen meegedaan. Heb je nog specifieke herinneringen aan Van Pareren? Zeker. Is het een belangrijke man voor jou geweest heel in de ontwikkeling? Ik vond zijn Psychologie van het Leren echt super goede boeken en een super goede theorie. En daar inmiddels aangewakkerde belangstelling voor leerpsychologie, die kon ik daar helemaal in kwijt. Ja. En ook in het onderzoek wat ik daar gedaan heb tijdens de studie. Had je dat van je vader ook al een beetje meegekregen? Want je vader opleider was bij de KLM. Nee, voor mijn vader was dat echt een bijverschijnsel wat hij alleen toen in Indonesië gedaan heeft en daarna niet meer. Maar mijn vader vond het wel heel belangrijk dat ik ging studeren en zo. Ik was... De tweede in de familie die dat deed. De tweede. En wat een herinnering aan Van Pareren. Dat experimenteel practicum was echt heel goed. En dat vond ik altijd heel zonde later dat dat in andere psychologie-studies niet werd gedaan. Ik heb het in Tilburg ook weer ingevoerd. Ja, ja. En toen ik weg was, is het ook gauw weer afgeschaft. Ja. Omdat op de een of andere manier vinden allerlei mensen dat dan te praktisch. Weet je nog waarom je het zo goed vond, dat praktisch? Nou ja, omdat je onderzoek leert doen op het droge, zeg maar. Je bent direct geconfronteerd met hoe ingewikkeld het is om onderzoek te doen. Ja, en dat deed je op elkaar en met elkaar. En daardoor leer je eigenlijk pas echt wat psychologie is. Ja,
Ik heb het in Tilburg zelfs in het eerste jaar gezet. Ja. Omdat, en dat heeft een paar jaar daar heel goed gedraaid. Ja. Maar ja. Het is praktisch heel lastig organiseren. Ja. En er gaat heel veel fout. Ja. Ja. Dus heel veel studenten maken hele grote fouten in die opzet van zo'n experimenteel practicum. Ja. En dan zeggen de docenten, ja, dan maken ze al die fouten en dat is, dan heb je er niks aan. Ja. Maar het is dus ook niet bedoeld om er wat aan te hebben. Het is bedoeld om ervan te leren. Ja. Ja. En dan leer je van je fouten. Ja. Dus, maar in Tilburg heeft het dus ook maar 2 of 3 jaar gedraaid. Ja. Maar Utrecht denk ik veel langer. Ja. Wat ik heel goed vond van Pareren was dat hij een groep had van mensen om hem heen, waar alle gevorderde doctoraalstudenten en de stafleden allemaal aan meededen. En dan las je een heel moeilijk boek met elkaar. Ja, ja. Ik weet nog, wij lazen Fodor, een filosoof. Met die compartimenten van in de mind of zo. Of ja. Ja. En dan moest je een stelling of een discussiepunt inleveren, anders mocht je niet komen. En die plakte hij dan bij elkaar. En dan was de kunst eigenlijk om de goede vragen in te brengen en te stellen. Vond het heel moeilijk. En waren dat hele hiërarchische bijeenkomsten? Of was het juist laagdrempelig? Heel laagdrempelig. Maar ja, je mocht er alleen maar in als je staflid of bij de doctoraalstudenten hoorde. Ja. En er waren echt hele leuke gesprekken altijd. Omdat het studenten en staf en van Pareren zelf door elkaar waren. Daar wel jouw belangstelling ontstaan voor leren, waar je later in gespecialiseerd bent. Dat komt door van Pareren, dat ik er belangstelling voor heb gekregen. En dat was ook wel omdat ik, je vroeg de vorige keer vroeg je van hoe ben je nou bij dat thema leren gekomen? En dat heeft ook wel te maken met het feit dat ik eigenlijk altijd een hele goede student was op de middelbare school. Ja, ja. En dat ik was zo'n vervelend jongetje wat altijd zei, oh, ik heb het helemaal fout en dan is allemaal niks. En dan haalde ik een 9. Ja. En dan snapte ik zelf niet waarom al die anderen allemaal onvoldoendes haalden en ik toch een 9 had. En dus ik kon op de een of andere manier kennelijk best wel goed leren, maar ik wist niet zo goed hoe ik het deed en waarom anderen het niet zo deden. Ja. Dus mijn belangstelling was eigenlijk van, hoe gaat dat dan? Hoe komt het dan dat ze het allemaal zo niet goed doen? Ja. Ja. Dus dan ben ik ook bij al vroeg in Utrecht ook al bij studievaardigheidstraining terechtgekomen. Ik was ook trainer. Ja. Mijn vader was inmiddels directeur van Evelyn Wood Reading Dynamics. Dat was een bedrijf wat hoorde bij de Famous Artist Schools en die verzorgde snelleestrainingen. Ja, en daar ben ik opgeleid als trainer. Ja, en aan de universiteit ben ik bij studievaardigheden terechtgekomen als bijbaantje in Utrecht nog. Ja. Dus ik zat op allerlei manieren juist altijd wel in die hoek van, van het leren en studievaardigheden. Dus toen heb ik gekozen voor leerpsychologie als afstudeerrichting. Dat heb ik een jaar gedaan. Yeah. Maar na dat jaar, ik vond het toch een beetje te veel gaan over wat ik dan altijd noem nonsense syllabi. Dus in die tijd moest je proberen om zoveel mogelijk de context erbuiten te houden. Daar moest je niet gewone woorden nemen, want die hadden betekenis en die leidden af. En je moest dus onzinwoorden gebruik als materiaal. En Van Pareren was daar zelf eigenlijk niet meer zo voor, maar hij deed nog wel een beetje mee daarin. Ja. En hij was ondertussen ook naar die Russische onderwijspsychologie overgegaan. Daar was ik eigenlijk niet zo enthousiast over. Ja. Mijn beste vriend en latere zwager Hans Lodewijks, daar had ik het daarmee over en die zei van, we hebben het eigenlijk een beetje gehad met Utrecht, hè? En zullen we niet naar Amsterdam gaan? En wij wonen in hetzelfde huis en de volgende ochtend lag hij nog in bed, heb ik hem wakker gemaakt. We zouden toch naar Amsterdam gaan? Hé, wat? Amsterdam? Ik weet van niks. Hij wist niet eens meer dat hij het gezegd had. Maar ik heb hem toch opgetrommeld en meegekregen. En we zijn met mijn latere vrouw en nog een vriendin naar Amsterdam gegaan. Ja. En daar werden wij dus op allerlei manieren met open armen ontvangen. Maar, UvA of de VU? De UvA. Ja, We zouden eigenlijk ook nog bij de VU gaan kijken, maar daar zijn we niet mee eens meer geweest. Want bij de UvA
bleken ze net een nieuwe richting onderwijspsychologie gestart te zijn binnen ontwikkelingspsychologie. Yeah. Was nog, waren nog geen studenten, dus die wilden heel graag dat wij daar zouden komen. Yeah. En dat was Ad Dudink en Jan-Peter Roos en Wouter Slosser, die kregen de gelegenheid van de hoogleraar Rita Fuik echt een nieuwe afstudeerrichting onderwijspsychologie te maken. En wij waren dus, Hans en ik waren de eerste richting. Jullie waren allereerste studenten. Ja, precies. En dat trok me heel erg aan. We kregen een heleboel vrijstellingen, want aan de UvA was de studie 5,5 jaar en in Utrecht 6 jaar. Ja. Ik heb nooit gesnapt hoe dat kon, maar dus je had een half jaar sowieso al verdiend. En we kregen een half jaar vrijstelling, omdat methodeleer aan de UvA in het nakandidaat zat en in Utrecht in het voorkandidaat. Ja. Dus we hadden een heel jaar verdiend. We konden allebei studentassistent worden bij Rita Fuik op een project over studievaardigheden. Ja, dat was mijn thema, zeg maar. Hè. Dus je verdiende ook wat ja, helemaal. Kon ik goed van leven. En we kregen een studentenflat met z'n vier op de gang op Uilenstede. Helemaal spiksplinternieuw konden we meteen in. Volgende dag. Ik denk dat mijn student die dit hoort daar tamelijk jaloers op zal zijn. Nu wel, zeker. Maar dus wij waren heel snel, ik weet nog heel goed, ik heb het aan Van Pareren verteld en die was not amused. Waarom was hij niet not amused? Nou ja, dat ik overging van Utrecht naar de UvA. Hij had natuurlijk een hele geschiedenis met de UvA en was andersom en was ook niet helemaal, bij de UvA waren ze niet helemaal blij met zijn vertrek, denk ik. Want ik heb net een artikel geschreven over Van Pareren voor de kanon van leren en ontwikkelen. Yeah, yeah. Dus daarom weet ik een beetje van die geschiedenis. Uh-huh. Hij was daar niet blij mee. Want hij zei, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik vind ook dat de studie veel te veel over de verkeerde dingen gaat. En we moeten echt onderwijspsychologie maken. Maar ik wil dat niet onderwijs noemen, maar onderwijsproceskunde noemde hij dat dan. Maar dat gaat volgend jaar beginnen. Yeah. Maar inmiddels was ik dus al door die studentenflat en door de studentassistent, alles wat... Praktisch had het gewoon heel erg mee, gewoon. Ik had bijna ook wel, ik had in Utrecht ook een studentassistentschap Maar je kwam onder andere bij Ad Dudink terecht. Nou, toevallig heb ik ooit mijn scriptie geschreven. Die zal niet zo heel erg veel ouder Nee, die was maar een paar jaar ouder, Was dat heel erg pionieren ook gewoon? Ja, helemaal. Alles was pionieren. En allemaal leuke experimenten. Heb je daar nog bijzondere herinneringen aan? Ik had bijvoorbeeld één tentamen. Daar moest je verplicht deelnemen aan een workshop. Maar dan moest je eerst een tentamen gedaan hebben over het boek. Ja. En dan mocht je pas mee discussiëren. Dat was echt de beste cursus die ik ooit heb gehad. Omdat je beslagen ten ijs komt. Ja, en omdat de discussie ergens over gaat. Dat is diep leren. Ik heb één tentamen mogen doen door voor Ad 20 meer keuzevragen te maken over het boek van De Checo over onderwijspsychologie. Dat is een hele goede manier om te leren. En die vragen gebruikte hij dan weer bij andere studenten. Om boven stof te komen staan, zeg maar. En toen kreeg ik ook nog toevallig een blinde vrouw die wilde afstuderen en die wilde juist dat boek samengevat hebben door iemand. Ja, dus dan heb ik ook nog een samenvatting van dat boek gemaakt tegen betaling. Dus ik heb heel veel meegemaakt. En wanneer ontdekte je bij jou een belangstelling om in de wetenschap te blijven? Ja, want ik had dat perspectief eigenlijk nooit gehad, dat ik in de wetenschap zou blijven. Ja. En het is eigenlijk meer tijdens de doctoraalfase ontstaan, omdat ik merkte dat ik dat onderzoek toen leuk vond en dat ik dat ook best goed kon. En dat ik ook nieuwsgierig was naar veel dingen die met leren te maken hadden. Ja. Ja. En ik kreeg dat studentassistentschap bij Rita Fuik op het gebied van studievaardigheids. Dat was een heel groot project en dat was een onderzoeksbaan. Ja, dus ik ben daar eigenlijk ingerold. Ingerold. Maar had je de ambitie om te gaan promoveren? Nee, helemaal nog niet toen. Nee.
Of had je juist de ambitie om misschien in de praktijk te gaan werken? Ik had wel de ambitie om door te gaan met onderzoek, maar niet het idee van promoveren. Dat was toen ook nog niet zo heel erg zo. Dat was niet vanzelfsprekend dat je maar dat... Ik zat op dat project als studentassistent en daar ben ik nog een jaar blijven werken aan de UvA. En toen heb ik eigenlijk een beetje, op een bepaald moment was ik het zo niet meer eens met de lijn. Want wij hadden studielessen ontwikkeld en die moesten verkocht worden. Dus, verkocht aan scholen. Ja. En er mocht niet uitkomen dat die studielessen niet goed waren. En voordat we de resultaten hadden, ik was hoofdevaluatie van het project, heette dat dan. Ja. Moesten we aan de projectleiding zeggen dat we niet alles zouden publiceren als het niet goed eruit zou komen. En toen zei ik, dat doe ik niet meer mee. Dat klinkt niet heel erg wetenschappelijk ook. Nee, precies. Dus toen heb ik ontslag genomen. En heb ik 5 sollicitatiebrieven geschreven. Van wie mocht dat niet dan? Rita Vuyck, de hoogleraar. Dit zijn natuurlijk wel primeurs die we hebben in deze serie. Omdat dat geld zou kosten... Ook natuurlijk, maar het was denk ik nog meer om de status dan om het geld. Ze mochten gewoon niet mislukken. Het is wel een sterk voorbeeld van selection bias, toch? Ja, van een questionable... Nou, dus ik vond dat niet onafhankelijk onderzoek genoeg ben opgestapt. Ja. 5 sollicitatiebrieven geschreven op zondagavond. Binnen een week kreeg ik 3 uitnodigingen. Ja. En dat waren sollicitaties binnen universiteiten? Dat was allemaal onderzoeksbanen. Dat wist je wel. Eén baan was aan de VU. Ja, daar was ik door een grote commissie nummer 1 op de voordracht gezet. En dan moest ik nog 1 gesprek hebben met de hoogleraar, Jan de Wit. En daar heb ik 3 kwartier gesproken over het geloof, zeg maar. Waarom ik niet aan de VU was gaan studeren terwijl ik in Amstelveen woonde. Of ik mijn kinderen wel zou laten dopen. Of ik nog wel naar de kerk ging. Ook daar was ik heel principieel in. Dus ik heb hem gewoon de waarheid verteld. Toen ben ik dus niet aangenomen op de VU. Dat had dus religieuze redenen? Op religieuze gronden. Heb je een katholieke achtergrond? Nee, protestants. Of een protestantse achtergrond? De ouders van mijn vader waren tamelijk zwart. Gereformeerd, zwaar gereformeerd. Maar leefde dat zo heel erg sterk bij de VU dat een reden kon zijn? En je moest ook beloven dat je college zou beginnen met het gebed. Oh, is dat zo? Ja, doe het niet. Maar dat gebeurt tegenwoordig toch niet meer, denk ik. Dus de VU viel af? En toen had ik ook een uitnodiging in Tilburg en eentje in Nijmegen. Tilburg was meteorologie. Ja, maar daar ben ik uiteindelijk niet aangenomen, omdat ik niet echt meteoroloog was. Ja, ik was er wel goed in en ik had maar niet echt wat zij nodig hadden. Ja. En in Nijmegen. En daar was eigenlijk ook een richting onderwijspsychologie begonnen binnen onderwijskunde. Ja. Binnen ontwikkelingspsychologie bij Frans Munks. Ja, die ook in deze serie en die zit. Hadden een promotiebaan. Die ook in deze serie zit trouwens, Frans. Frans ook, ja. Leeft Frans nog? Nee, ook niet. Maar ik ben nog bij zijn afscheid geweest, toen was hij al 85. Of zo. Ja, hij is wel flink oud geworden. Ja. Kon ik daar dus een onderzoeksbaan krijgen. Er is geen woord over geloof gesproken bij de katholieken. Dus als protestant kwam ik daar makkelijk binnen. Toen was ik dus onderzoeker. Ik had een onderzoeks- en promotiebeurs, zeg maar. Ja. En er was een systeem dat je daar 4 jaar geld kreeg en kon promoveren. Ja. Maar je moest ook wel onderwijs geven. Best wel veel heb ik eigenlijk gedaan. En daar had ik het onderwerp morele ontwikkeling. Dat is het onderwerp geworden van jouw proefschrift? Dat was mijn eerste poging, maar ik heb dat niet afgemaakt. Ja, wel een paar publicaties over gehad, maar mijn zwager Hans Lodewijks, mijn beste vriend, die had inmiddels een baan in Tilburg bij Len de Klerk en die zocht iemand. Len de Klerk zit ook in deze serie. En toen zeiden ze in Tilburg, heb je geen zin om bij ons te komen? En
Dus je kreeg daar een baan aangeboden? Ja, als een vaste baan. En in Nijmegen was het tijdelijk, ja. had ik nog anderhalf jaar te gaan en was ik nog niet ver genoeg met mijn proefschrift. Maar je was wel flink op weg. Jazeker. Ja. Maar wat gaf dan de doorslag dat je vaste baan? Puur de vaste baan. Ja, en ook wel dat ik misschien toch liever een leerpsychologisch onderwerp voor mijn proefschrift wilde dan... Ontdekte je dat tijdens het werk aan je proefschrift over die morele ontwikkeling? Precies, dat onderwerp je minder pakt of zo? Ja. Dus toen ben ik naar Tilburg... Geen morele bezwaar gehad dat je aan de kant geschoven hebt? Nee. Ja. Heeft ook wel dus meegespeeld dat... Munks was jouw eerste promotor in feite dan? Ja, precies. Ja, Peter Heijmans. Van naam ken ik die. Was Munks boos dat je het mee ophield? Achteraf gezien, ik heb me dat in die tijd niet zo gerealiseerd, ben ik ook weggegaan omdat mijn vader was overleden. En Frans Munks, zijn vader, was ook overleden. Ja, en ik ben, toen mijn vader was overleden, die was 50 en ik was de oudste zoon. En mijn ouders hadden 5 kinderen. Dus ik ben wel een maand eigenlijk weggebleven. Toen ik weer terugkwam, ja, hoezo moet je een maand lang wegblijven als je vader is overleden? Ja. Mijn vader is ook overleden, ik ben maar één dag weggebleven. Ja. En daar was ik zo boos over, dat ik het ook met hem helemaal gehad had. Ja, ja. 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 En ook daar had ik ook nog andere... Ik zat in Nijmegen in de curriculumcommissie, heette dat, en die ging over de boeken. En Frans wilde zijn eigen boek als verplichte literatuur op de lijst hebben. Ja. En... ja, dat soort dingen doe ik dus niet. Dan ben ik principieel. Dus ik had best een beetje problemen met hem gekregen. Ja, en dat speelde ook mee om over te gaan naar Tilburg. Ja, ja. En toen heb ik wel gezegd, dan ga ik wel geen tijd verliezen. Ik ga gewoon een supersnel promotietraject doen. En dat kon ook in Tilburg, omdat je daar heel veel studenten waren verplicht om hun scriptie onder leiding van een medewerker over het onderwerp van de medewerker te doen. Ja. Dus ik heb heel veel studenten ingeschakeld om mijn onderzoek voor mij te doen. Ja. En dan heb ik het ook in 2 jaar gedaan. En jouw proef, wat was het onderwerp van jouw proef? Mijn proefschrift was metaforen, vergelijkende wijs heet het. Metaforen in het onderwijs. Ja, dus het gebruik van metaforen in studieteksten. Ja. En dat was welk jaar was het ongeveer? Ik ben in 1981. 1981, want ik herinner mij een proefje van Douwe Dreisma, die ook in deze serie zit, maar die is wat jonger dan jij en die is gepromoveerd bij Piet Vroon, metaforen in de psychologie, geloof ik. Dat heb je in 2 jaar gedaan. Sierlen de Klerk, is dat ook een soort leermeester van jou? Ja, dat is mijn grote leermeester geworden later. En het was ook in die tijd Tilburg tegen Utrecht, hè? Dus Van Pareren werd de vijand, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Echt op die manier? Er was echt een strijd tussen de Russische en de Amerikaanse onderwijspsychologie. Ja, vertel eens wat over die strijd. Ik bedoel, is het... Ik weet wel dat er een strijd was met de fenomenologische psychologie. Ja, dat is in Utrecht, Met meer de empirisch gerichte psychologie waar Adriaan de Groot voor stond. Zeker. Ja. Maar ja, ik weet eigenlijk niet zo hoe dat was meer... er was bijvoorbeeld een Belgisch-Nederlandse samenwerking op het gebied van de onderwijspsychologie met Erik de Korte, waar ik later heel veel mee gewerkt heb. Ja. Maar in die tijd mochten wij dan niet meedoen, als vanuit Tilburg. Hans heeft ook nog behoorlijke aanvaringen gehad met Van Pareren op de ORD. Onderwijsresourcedagen. Van Pareren was behoorlijk boos op ons om allerlei dingen, ik weet niet waarom. Dat was gewoon niet zo leuk als VNX. Wat heeft Lende Klerk jou vooral bijgebracht als leermeester? Nou, dat je niet te veel moet lezen. Nee, hij zei, je hebt in de wetenschap heb je lezers en je hebt onderzoekers en wij zijn hier onderzoekers. En je doet eerst onderzoek en dan ga je lezen. Maar ja, hoe weet je dan niet of je een wiel opnieuw uitvindt bijvoorbeeld? Nee, dat kan. Dat is het risico, hè?
En het risico van de lezers is dat ze nooit aan onderzoek toekomen. Ik heb hem vooral dus van hem wat dat betreft daadkracht en doorzetting doe maar eerst een onderzoek en ga er komt altijd wel wat uit waar je mee verder kan. En ga er dan over lezen. En in twee jaar gepromoveerd, had je toen wel het idee, ik wil gewoon echt blijven aan de universiteit? Ja, ik had wel het idee om aan de universiteit te blijven, maar ik had nog niet het idee om hoogleraar te worden of zo. Ja, want hoe is dat zo gekomen? In januari 81 was ik gepromoveerd en toen hadden ze een vacature in Twente. En toen werd ik gevraagd of ik niet in Twente hoogleraar wilde worden. Ja. En ik had er dus nog nooit over nagedacht dat een ambitie van mij zou kunnen zijn of dat ik dat zou willen. Maar omdat ik ervoor gevraagd werd, dacht ik wel van, hey... Dat stelde ook wel je ijdelheid of zo? Zeker. Toen dacht ik, nou kennelijk kan ik het. Ja, als ik zo over nadenk, kan ik het inderdaad ook wel. Ik denk dat ik het beter kan dan Len. Zo dacht ik in die tijd. Hè. Ja. Dat was best wel arrogant. Ja, je moet je toch ook een beetje afzetten tegen je leermeester. Zeker, die, En toen ben ik het niet geworden, toen ben ik tweede geworden. Ja, ja. Achteraf gezien, doordat Len mij niet kwijt wilde en hij het gezegd heeft dat ze beter iemand anders konden nemen. Maar daar ben ik pas heel veel later achter gekomen. Goede referentie. Ja, precies. Ja. Maar toen is wel dus het idee ontstaan van, dan moet ik daar misschien toch eens aan gaan werken. En dat betekent dus, wist ik ook wel, internationaal publiceren. Dat was, daarvoor hoefde dat ook niet. Ik had dat ook. Dus ik heb mijn proefschrift echt op allerlei manieren in tijdschriften ondergebracht. Onder andere in Journal of Educational Psychology. Dus dat is wel op ons vakgebied het beste tijdschrift om te hebben. En op allerlei andere plekken. Dus, ik weet ook nog, een mooi artikel heet, dat is meer methodologisch uit mijn proefschrift gekomen. Het gaat over het bewaken van de tijd in onderzoek. Ja, ja. En toen kreeg ik van Ton de Jong, ook wel misschien bekend, die is hoogleraar psychologie in Twente, nu nog steeds. Die is de trekker van psychologie in Twente. Ja, ja. En die zat toen in Eindhoven en die stuurde mij een berichtje van, ik heb met heel veel plezier jouw artikel over tijdsbesteding gelezen. En ik moet zeggen, dit is het beste artikel wat ik ooit gelezen heb. Dus daar was ik zo vereerd door. Ja, ja. Dus ik heb toen veel gepubliceerd en ook veel internationale netwerken opgebouwd. Ja, ja. En ondertussen ook nog wel wat gesolliciteerd. Ja, ja. Ik ben nog een paar keer tweede geworden. Ja, ja. Dus het werd ook wel een beetje een obsessie, omdat ik steeds tweede werd. Hè. Ja, dat is, in 1985-86 is een belangrijke periode geweest, omdat toen een heleboel dingen tegelijkertijd gebeurden. Psychologie in Tilburg zou worden opgeheven en zou worden uitgeruild met Nijmegen. Dat is uitonderhandeld en toen werd het dat Tilburg werd bedrijfsgerichte psychologie en Nijmegen de gezondheidsgerichte psychologie. Ja, waar zit dan onderwijspsychologie? Ja. Die viel daar een beetje tussen. Die zat er tussenin, dus wij konden min of meer kiezen. Ja, ja. En toen hebben wij gekozen voor de bedrijfsgerichte onderwijspsychologie. Ja. En ik werd hoofddocent en ik werd trekker van de nieuwe richting opleidingspsychologie binnen onderwijspsychologie. Ja. 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 Tegelijkertijd is het TIAS opgericht, werd ik mede initiatiefnemer van de TIAS. TIAS voor? Het stond voor Tilburg's Institute of Advanced Studies. Ja. Maar dat is dus masteropleidingen. Maar commerciële masteropleiding. Die nadrukken ook toch de verbinding zocht met de praktijk. Ja, zeker. Dus wij zijn toen een master bedrijfsopleidingen begonnen. Ja, ja. Commerciële master. Ja. En daar werd ik de trekker van. Later werd dat, daar hebben we die genoemd, leren en ontwikkelen. Ja. Master Learning and Development, MLD. Ja. En daar heb ik ook heel veel bloed, zweet en tranen liggen, zeg maar. Heel veel mensen daar, een groot deel van mijn netwerk. Ik heb 250 mensen in die masteropleiding
praktisch werkende mensen uit allerlei organisaties mee opgeleid daar als trekker. En ondertussen werd Hans directeur van SVO. Stichting voor het Onderwijs, Onderwijsonderzoek. Voor onderwijsonderzoek. En toen ben ik in diverse benoemingsprocedures betrokken geweest. En uiteindelijk ben je hoogleraar in Nijmegen, educatieve psychologie. In 1989 werd ik uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen. En, dat kwam ook weer omdat Monique Boekaerts, daar werkte ik in Tilburg veel mee samen. Die was al een tijdje hoogleraar in Nijmegen en die wilde heel graag dat ik daar kwam. Dus die heeft een leerstoelomschrijving gemaakt waar ik alleen maar op paste. dat is gelukt. Krijg je ook weer met Frans Munch te maken? Nee, want inmiddels was in Nijmegen de interdisciplinaire onderwijskunde opgericht. En de onderwijspsychologie werd systematisch de psychologie uitgeschreven. Dus waarom onderwijspsychologie was een onderdeel van interdisciplinaire onderwijskunde. En dat was apart. En het zat ook in een ander gebouw. En Monique mocht eerst nog wel een vak onderwijspsychologie geven. Maar toen zij eenmaal weg was, mocht ik dat ook niet meer. Dus wat zit erachter dan? Waarom zo'n definitief schot? Hadden jullie maar niet die interdisciplinaire onderwijskunde moeten doen of zoiets. Het is, dus wij zaten in een apart gebouw. En we hadden poten in psychologie, pedagogiek en sociologie. Maar de mensen waren allemaal uit die subfaculteiten gehaald. En vormden een eigen vakgroep. Best wel grote vakgroep. Vanuit die drie disciplines. Wat vind je daar terugblikkend? Wat vind je daar zelf van? Het is eigenlijk een wereldwijde beweging geweest dat de leerpsychologie uit is verdwenen. Er bestaat ook geen vak leerpsychologie meer in de psychologie. Dat heette vroeger functieleer en nu heet het cognitieve psychologie of zelfs neuropsychologie. Maar als het maar niet leerpsychologie heet. Dus ik noem mezelf tegenwoordig weer leerpsycholoog. Bewust. Dat is eigenlijk het beste omschrijving van wat ik doe. Waarom ben je zo gefascineerd door leren? Als je terugblikt op je carrière? Dat is begonnen al in mijn middelbare schooltijd, omdat ik het beste jongetje van de klas was. Zo irritant ventje was die altijd. Wat je vertelde, dat je makkelijk leerde en makkelijk hoge cijfers haalde. Ja, precies. Dat was toch in het vorige gesprek wat we hadden? Begonnen. We begonnen buiten dit gesprek. Nee, maar dus ik snapte niet zo goed waarom ik zulke hoge cijfers haalde en dacht dat ik het allemaal niet gehaald had. En ik vond eigenlijk dat ik niet goed geleerd had. En ook was het ook niet een pose of zo van jou? Nee, het was echt heel serieus. En ik vond dus dat je eigenlijk veel beter zou moeten leren dan dat ik deed. En wat ik deed werd heel goed bevonden. En wat de anderen deden vond ik dus helemaal nog veel minder. Dat leidde tot ook veel meer onvoldoende. Mijn promotor Jan Elzaat, die ook in deze serie zit, ik ben altijd één mooie uitspraak van hem vond ik: wie iets leert wordt een beetje een ander mens. Ben je het mee eens met die? Continu. Het is toch ook wat wij in principe als mensen continu proberen te doen, toch? Iets leren, iets ontdekken, een beetje veranderen. Ik heb ook meegewerkt aan een boekje 4000 jaar denkers over onderwijs. Daarin heb ik ook een hoofdstukje en daar zitten ook twee citaten van mij in. Eén is, je kunt niet niet leren. Iedereen leert altijd, alleen niet altijd in de goede richting en op de goede manier. Leren doe je zelf. Dat is natuurlijk ook wel uiteindelijk het antwoord op de vraag, hoe komt het nou dat ik het, omdat ik het gewoon zelf deed. Afleren trouwens ook. Ik deed het ook zelf, moet ik wel zeggen, omdat ik heel veel geleerd heb van mijn opa. Jouw opa zat nog een beetje in mijn achterhoofd ook. Of voorhoofd moet ik trouwens zeggen, cognitief neurowetenschappelijk. Die was net met pensioen die was heel goed in wiskunde en ik niet. En hij heeft me er echt doorheen gesleept en geholpen.
daardoor kon ik ook gymnasium beta doen. Ben ik ook geïnteresseerd geraakt in wiskunde en in methodologie, ook in die studie. Ja. Als je terugblikt op je wetenschappelijke carrière, wat heeft jou de meeste voldoening gegeven? Is het een bepaald boek, een bepaalde publicatie, bepaalde promovendus die je begeleid hebt, onderwijs wat je gegeven hebt? Ja, er is zoveel om nou een keuze te maken. Ik denk, op zich ben ik wel het meest trots op mijn proefschrift, toch wel. Ja? Nog steeds ook. Waarom? Ik heb het 10 jaar laten liggen en toen ik het na 10 jaar las, toen dacht ik, het is eigenlijk best goed. Ja? Dus ik was oorspronkelijk wel kritisch op, maar dat ik dat in zo'n snelle tijd goed voor elkaar heb gekregen en ook internationaal heb kunnen publiceren, dat vind ik wel heel mooi. Maar wat zie je als je belangrijkste bijdrage, wetenschappelijke bijdrage? Is dat het proefschrift? Nee, dat is eigenlijk niet het proefschrift. Ik denk dat mijn bijdragen toch vooral ook gelegen hebben in de metacognitieve literatuur. Ja, onderzoek naar zelfstandig leren, wat we daarna hebben gedaan. Ja. En hardop denkonderzoek en het onderzoek van Jan Vermunt, de leerstijlen, wat ik heb begeleid. En, Frank de Jong met zelfstandig leren in de Tilburgse tijd. Daar hebben we denk ik heel leuke onderzoeken gedaan die ook belangrijke bijdragen leveren. Ja. Wat maakt dat onderzoek zo leuk? In die tijd was hardop denken nog niet zo erg ingeburgerd, zeg maar. Hè? En kwalitatief onderzoek was... Ik ben zelf ook gepromoveerd, voortgeborduurd op het proefschrift van Jan Vermunt. Met Jan Elshout en Christian Hamak als promotoren. Ja. Een deel daarvan ging ook over hardop denken protocollen. Elshout was daar volgens mij al jaren eerder mee bezig. En volgens mij ook in Amerika waar dat niet... Maar dat waren tamelijk kleine groepjes. Ik weet ook nog wel dat Luc Wouters bijvoorbeeld... die vond de manier waarop wij dan hardop denken onderzoek deden... weer niet hard genoeg. Wij waren denk ik toch een beetje... in Nederland ook, voorlopers. En zeker jullie groep en onze groep waren daar, denk ik. Maar, want ik weet nog wel dat ik mijn proefschriftonderzoek op de AERA presenteerde... en dat Lauren Resnick, die vond het helemaal niks. Dat is veel te zacht en veel te kwalitatief. En later is zij heel anders ook zelf onderzoek gaan doen. In het begin was dat niet zo. Ja. Wat ik mijzelf wel herinner is dat ik wel vond dat het raakt veel meer de werkelijkheid of zo. Maar ik had ook wel het idee van als jij iets, dat het, zeg maar dat het kwartje valt, dat gaat zeg maar met de snelheid van het licht. En als je dat probeert te verwoorden, loop je achter. Je krijgt het nooit zeg maar hardop denkend Dat kwartje te pakken, zeg maar. Nee, maar dat wisten we toen nog niet. Ik bedoel, zeg maar, ik werk nu heel veel in mijn colleges met het onderscheid tussen automatische en gecontroleerde processen. En met het hardop denken krijg je alleen die gecontroleerde processen. Ja. En de automatische processen zijn denk ik vaak veel interessanter. Ja. Zeker ook in het leren op de werkplek, waar ik nu heel veel mee bezig ben. Ja. Ja. Maar ik nog even doordenkend... denk ik dat ik ook wel heel erg trots ben op het boek Leren en Instructie, wat ik met psychologie van het leren van de leerling en het leerproces. En dat heb je samen met Monique Boekhardt. Maar dat was toch dat veel is, meer dat wordt nu nog steeds verkocht. En gericht op een groot, dat was toch niet echt een hele, een puur academische publicatie. Het is denk ik een hele goede samenvatting van de vooraanstaande literatuur, die nu nog steeds... tamelijk goed loopt. Maar de doelgroep van het boek was toch meer opleiders en zo? Ik denk dat het meest verkochte psychologieboek in Nederland is. Leren en Instructie? Ja. Wij verkochten in die tijd evenveel als Pieter Drent met de psychologische test. Ik denk als wie het meest verkocht is, denk ik, is Jack van Minden, denk ik. En dat is? Hoe moet je solliciteren en alles over psychologische test. Maar goed, het is in ieder geval een heel... Het is al 25 jaar oud en het wordt nog steeds verkocht. Ja, ja. En was dat ook...
Je bent met emeritaat mee gegaan in 2014. Je bent niet gestopt, want je bent toen een eigen bedrijf begonnen, Visie op Leren. Ja. Is dat een soort voortvloeisel uit het, voortborduren op dat boek met Boekarts over leren en instructie of zo? Of, nee, eigenlijk niet. Hoe moet ik het zien? Als ik zo terugkijk, ben ik dus hoogleraar in Nijmegen geweest van 1990 ja. tot 2001. Ja. En daar heb ik me vooral gericht op leren op de werkplek en op ICT en leren, digitale didactiek, zeg maar, en op zelfstandig leren. Dat waren mijn drie thema's in Nijmegen. Ja. Ja. Ik ben dat later ook opleidingspsychologie gaan noemen, want mijn leerstoel heet eigenlijk hoogleraar onderwijsverbetering. Dat vond ik zo'n foute titel. Ja. Kon ik hem zelf veranderen, dus heb ik dat gedaan. Ja. En toen ben ik in 2001 naar Utrecht gegaan. Ja, en daar kreeg ik een leerstoel digitale didactiek. Ah, ja. En dat heb ik eigenlijk gedaan omdat ik... dat wil ik helemaal niet vertellen. Vertel maar, was het, als het eigenlijk niet mag. Nee. Ik zou decaan worden en daar ben ik door allerlei... gekonkeld ben ik dat niet geworden en toen wilde ik ook niet meer samenwerken met de mensen van dat gekonkel, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Toen kon ik in Utrecht komen en ik weet nog heel goed, ik had een brief gestuurd naar belangrijke mensen in mijn netwerk, onder andere Bernadette van Hout-Wolters, die misschien ook wel gestuurd. Ja, ze zat in mijn promotie hier. Ja, maar die schreef, weet je dat ze in Utrecht een hoogleraar digitale didactiek zoeken? Is dat niks voor je? Yeah. Nou, toen heb ik gezegd, ik wil wel eens komen praten. En diezelfde week heb ik met Theo Wubbels een gesprek gehad. En zei hij, nou, als je ja zegt, is het rond. Dus, want ze waren niet tevreden met de kandidaten die ze hadden gevonden. Dus het ging heel erg snel ineens. Werd ik hoogleraar in Utrecht. Oh, en toen ging je weg in Nijmegen. Omdat ik geen decaan werd en omdat ik ook een beetje gehad had met het hele politieke gekonkel. En ik dacht, ik ga de inhoud weer in. In Utrecht. Maar wil je heel graag decaan worden? Want ik spreek wel eens hoogleraar die dat eigenlijk liever niet... Ik wilde dat wel. Je wilde gewoon heel erg graag. Ja. Dus in Utrecht heb ik dat maar een paar jaar volgehouden, want ik vond eigenlijk toch ik kan er gewoon niet tegen als mensen leiding aan mij geven en niet goed doen, zeg maar. Ja. Dus ik wilde zelf weer de baas worden. Ja. En dat heb ik dus de laatste jaren in Utrecht ook gedaan. Ben ik directeur van het IFLOS geworden. Ja. En de IFLOS staat voor de universitaire lerarenopleidingen. Toen heb ik ervoor gezorgd dat de lerarenopleidingen meer indaalden in de faculteiten. Want het was gewoon helemaal een clubje apart. En studenten kwamen daar niet, want in de faculteiten werd niet eens verteld dat je dat kon doen. Bij wijze van spreken. En met de belangrijke decanen heb ik dat toen voor elkaar gekregen dat er een nieuwe opzet van de lerarenopleiding kwam, waar het veel meer geïntegreerd werd in de studie. En om die manier ook actief bij te dragen aan de verbetering en verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Ja, en het trekken van meer studenten voor de lerarenopleidingen. En ook het beter verbinden van de lerarenopleiding met de vakinhoud. Dat waren allemaal belangrijke doelen in die tijd. Ja. En dat is ook in Utrecht vrij goed gelukt. Ja. Ja. Alleen vond men toen dat het IFLOS dan wel weg kon. Ja. En toen kwam er dus een fusie tussen onderwijskunde en IFLOS. En toen wilde Willem Koops niet dat de oude kapitein op het schip bleef. Dus, en toen? Ja, toen kreeg ik het aanbod om tot mijn pensioen in 2014 of 2016 had ik kunnen blijven. Ja, ja. Hoefde ik niks meer te doen, kon ik gewoon aanblijven. Ja, ja. En ik dacht, dat ga ik nu nog niet doen. Ik vind het nog veel te leuk. Ik wil nog blijven. Ja. Dus toen ben ik gaan kijken en toen zag ik een vacature voor het directeurschap van de NSO, Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Ja. Daar kon ik goed mijn ervaring gebruiken bij TIAS, in het opleiden van masterstudenten, waar ik 10 jaar aan meegewerkt heb. En
ik vond het leuk om weer eens een nieuwe doelgroep te hebben met schoolleiders. Dus dat heb ik de laatste 4 jaar gedaan. En daarnaast nog mijn onderzoekstijd in Utrecht. Ben jij, als ik jouw verhaal zo aanhoor, meer van leerpsycholoog, onderwijspsycholoog gegroeid naar onderwijsmanager-achtig, meer een onderwijsmanagement-achtige specialiteit? Of kan ik ook, of zit ik daarnaast? Ik heb ondertussen wel 52 promoties begeleid, zeg maar. Dus ik ben ook trots op mijn promovendi en wie daar allemaal in zitten. 8 van mijn promovendi zijn hoogleraar geworden. En nog een stuk of 6 zijn lector. Dus ik heb een uitgebreid netwerk van hoogleraren en lectoren, waar ik ook nog veel contact mee heb. En dus via de promotiebegeleiding ben ik toch wel heel erg dicht bij het onderzoek gebleven. Ik heb ook altijd heel veel onderwijs gegeven, maar ik vond... Nee, misschien had ik me een vraag moeten... Ben je minder psycholoog geworden, zeg maar? Nee, als vind het waar, ik meer. Niet. Ik geef nu in Estland, daar heb ik een gasthoogleraarschap, dan geef ik de cursus leerpsychologie. Daar mag ik wel. En ik zie nu in heel veel van mijn advieswerk op scholen, ben ik overal bezig met hoe kan je nou een visie op leren en onderwijzen in een school hebben als je niks weet van leerpsychologie. Ja. En dus ik ben nu heel veel bezig met mensen op het spoor te brengen van de leerpsychologie. En dat probeer je nu ook met jouw eigen, is het een consultancybedrijf, moet ik zo omschrijven? Ja. Dat is zeg maar de missie van jou, om zo'n modern managementwoord te gebruiken. Ja. De missie van jou, jou. Ik vertaal leerpsychologie naar de praktijk, laat ik het zo zeggen. Daarvoor heb ik ook het boek De Kanon van Leren en Ontwikkelen net weer nieuw uitgegeven. Ja, de eerste druk was geloof ik in 2012 en nu 2021. Ja. Ja. Kun je nog kort iets over dat boek vertellen? In dat boek proberen we eigenlijk ook de theorie hanteerbaar te maken voor de praktijk. En dat doen we door mensen die heel goed in die theorie zitten te vragen om te beginnen met waarom is het nou een belangrijke theorie voor jou? Hoe ben je erop gekomen? En wie is eigenlijk degene van wie je dat gedachtegoed hebt? Wat is de grondlegger? Wat is de kern van de theorie? Wat kun je ermee? Wat zijn kritische noten? Waar kun je verder lezen erover? Dat staat in die kanon. En je hebt de redactie gedaan, maar je hebt onder andere ook een hoofdstuk geschreven over Van Pareren. Ja. Zie je hem als de belangrijkste leerpsycholoog? Of voel je je schatplichtig aan hem of zo? Is dat het woord? Ik was heel erg blij met zijn boeken Psychologie van het Leren. Die heb ik ook binnen en buiten gespeeld. Daar heb ik ook onderzoek naar gedaan toen ik dat jaar in Utrecht nog mijn doctoraal deed. Ik was niet zo blij met zijn overstap naar de Russische onderwijspsychologie. En dat dat vond ik op zich nog niet eens fout, maar dat hij alles heeft laten vallen wat hij daarvoor had gedaan. En ik vind nog steeds, dat is ook de kern van mijn bijdrage aan de kanon over hem, dat die theorie heel veel bouwstenen heeft waar we verder mee zouden kunnen en moeten, die systeemtheorie. En die, als ik het maar even mag zeggen, ik was altijd wel heel erg gecharmeerd van Lev Vygotsky en zijn zone van proximale ontwikkeling. Wat volgens mij gewoon de essentie omschrijft dat je iemand nodig hebt die ietsje beter is dan jij. Ja. Die de essentie van je persoonlijke vooruitgang beschrijft, denk ik. Zeker. Nee, maar dat vind ik ook. Maar ik vind ook dat die systeembenadering in de leerpsychologie belangrijk is. En dat is echt niet opgevolgd. Ik zeg ook wel, ik ben begonnen als cognitief leerpsycholoog. Toen ben ik de metacognitie ingedoken. Ik vind dat ook een aparte theorie. In mijn colleges behandel ik dat als een aparte stroming in de leerpsychologie. En niet wat veel mensen zeggen, een onderdeel van de cognitieve psychologie. Maar ik ben eigenlijk nu wel sociaal constructivist. En ik ben dus ook een grote fan van Vygotsky. In heel veel van wat ik doe, die vertaling van leerpsychologie naar de praktijk is ook, ga sociaal constructivistisch naar je school kijken. Dat is, Tot slot, hè, laatste vraag. Je zit hier
de eindexamenklas van de middelbare school. Je wil weer alles weten over de liefde. Zou je weer voor de psychologie kiezen? Als je terugblikt op je leven, op je carrière? Ja, ik denk het wel, toch. Maar ja, ik heb altijd wel het idee ook gehouden van scheikunde zou ook wel leuk geweest zijn. Als je ergens induikt, dan wordt het vanzelf leuk. Hè? En, dus je moet, en hoe meer je in iets zit, hoe leuker het ook wordt. En ik zou daar ook goed gepast hebben. Ja. Ik ken veel mensen die die combinatie van scheikunde en psychologie als hobby hebben. En die hebben allemaal toch een beetje het idee van... Wilde je misschien daar naar Groningen? Maar Kouwer, dat was natuurlijk en scheikundige en een psycholoog. Nee, ik kende Kouwer niet in die tijd, dus dat kan het niet geweest zijn. Oké. Nee, ik ging vooral voor de stad naar Groningen. En ik wilde ver weg van huis. En ik vond Groningen ver genoeg van Amsterdam. Maar ik vond het te ver van Limburg. Maar kortom, je kijkt met tevredenheid terug op je carrière. Ja, ik heb er zoveel mogelijkheden gehad. En ik ben nog altijd zo fanatiek. Ook in de combinatie van theorie en praktijk. Ik werk nu heel veel samen met Manon Ruiters. Dat doe ik al 25, 30 jaar. Ja. En samen zijn we ook voortdurend nog bezig met nieuwe theorieën ontwikkelen. Ja. We zijn nu bezig met het begrip ontwikkelidentiteit. We proberen eigenlijk handen en voeten te geven aan mensen die zeggen, ik ben gewoon van het leren. Ik zou niet kunnen werken zonder te leren. Zonder mijn eigen leren ook steeds maar weer te verbinden met mijn nieuwsgierigheid. Dat soort dingen, dat noemen wij dan mensen met een grote ontwikkelidentiteit. Waar zit hem dat dan in? Hoe ontwikkelen mensen dat? En ja, daar is op het ogenblik heel veel belangstelling voor. Omdat er zoveel veranderingen zijn, heb je gewoon mensen nodig die veel hebben met leren. Om de complexiteit van de wereld aan te kunnen. En dat vind ik echt heel erg leuk. Manon heeft een heel ernstig gezondheidsprobleem gekregen. Heeft een hersenaandoening en heeft een hartstilstand gehad. En zit in een heel uitgebreid langdurig revalidatieproces. En ik was een paar maanden geleden bij haar. Toen zei ze, ik ben hier in de revalidatie om te overleven, maar ik wil ook leven. En leven is voor mij onderzoeken en leren. Wil je dat met mij samen doen? Dus dat doen wij nu. En dan, ze kan amper de armen bewegen. Ze kon eerst niet praten, nu weer gelukkig wel. En ze kon niet lezen. Dat gaat ook weer beter. Maar dan gaan we dus zitten sparren over wat zou dat dan allemaal kunnen zijn. En hoe kan je dat zichtbaar maken? En wie zien we dat dan? Dus ik ben nog echt ook heel erg met theorieontwikkeling bezig. En dat is ook wat ik het leukste vind. Dankjewel voor dit gesprek, Robert-Jan. Veel succes ermee.